Hi, ik ben Annemieke Jaken. Ik werk bij Waterschap Rijn en IJssel als vergunningverlener. Een vergunningverlener beoordeelt en verleent vergunningen aan inwoners, bedrijven en andere overheden. Denk daarbij aan initiatieven dicht bij watergangen en dijken. Vaak is er een vergunning of melding nodig. Als vergunningverlener ben je een beetje omgevingsmanager, ik voel me jurist, beleidsadviseur. Je moet echt goede energie hebben om de zaken zorgvuldig af te wegen en ook af te ronden. Hou jij met gemak het hoofd boven water in een dynamische omgeving? En ben jij de regisseur op het gebied van schoon en gezond water? Heb jij die aangeboren nieuwsgierigheid om processen van bedrijven te doorgronden? Annemieke is vanochtend al vroeg op pad naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen. Er is een storing door een vervuiling van een bedrijf dat proceswater loost op de RWZI. Annemieke stemt hierover af met collega's. Daarna kan zij in gesprek met het bedrijf om te bespreken welke maatregelen het bedrijf moet treffen. Het werken bij het waterschap is uitdagend. We puzzelen en we schakelen graag. Vaak samen, want je komt in een team dat echt naar elkaar omkijkt en samen een mooi product levert. Vraag jij je af of je de juiste vooropleiding hebt gedaan? Wij bieden je alle ruimte om verder te groeien in kennis en persoonlijke ontwikkeling. Ook bieden we jou een rugzak met tools waarmee jij op pad kunt in een werkomgeving die afwisselend genoeg is om te kunnen blijven boeien. Zodat ook jij kan verbinden, stimuleren en uitvoeren. We zijn bij het waterschap benieuwd wat jij wil bereiken. Ik hoop dat je het mij en ons met veel plezier komt vertellen. Je bent van harte welkom.